Kijk eens, Mila. Zo, dat is voor jou. Zo. Hoe lang heb jij Mila al? 7,5 jaar. En hoe kwam je aan haar? Via Marktplaats. Mijn vader wou graag een varkentje hebben, ik zelf ook. Dus ben ik naar Aam toe gegaan, gezakt op Marktplaats. Toen kwamen we daar. En zo. Ja, gelijk hop, op mijn benen leggen. Ik denk, ja, ik denk, dat is leuk. Dan hebben ze er gebracht naar me toe. Maar ja, ik dacht een micro. Varkentje. Nou, ben er blij mee, hoor. Ja, ik had er liefde ook van. Jawel, echt wel een maatje. Zo, dan zal ik de riem pakken. Mila, kom, ga mee. Kom maar. Kom maar. Zo, ga mee en ga naar buiten. Zo. Kom op. Kom dan. Ga maar lopen. Kom op. Loop dan. Ga maar. Zo, kom maar. Zo. Rustig aan. Zo, kom op. Zo. Zo. Nou, lopen. Zo. Ze is opgegroeid in een huis. Dus ja, beestje is niet anders gewend. Ik denk als ik haar naar de kinderboerderij breng, dat ze heimwekker gaat ze dood. Ze zit zo gewend bij mij. Maar ze hebben ook mensenkennis, hè. Ze denkt ook van, die mag ze wel, die mag ze niet. Dat is heel raar met haar. Ja. Ze wordt helemaal vertroeteld en ze heeft hekel aan regen. Ze wil geen modderbad. Ze heeft ook een hekel aan. Ja, je ziet het, dan is het een huisvarken. Als ik daarin ga, naar de keuken achter man. Ga ik naar de wc achter man. Ga ik naar de buitenkomst achter man. Ja, ze hebben echt een bal met elkaar.